Mario. Welkom in deze gloednieuwe video. Ik heb alles even voorbereid, want in deze video ga ik iets super tofs doen. Ik ga namelijk een uur in deze doos proberen te blijven. Hij is groter dan mijzelf. Nou, iets langer. En stel dat die uur lukt, dan is er niks aan de hand. Stel dat dat mislukt, dus dat ik er korter dan een uur in blijf, moet ik deze babyvoer opeten. Kijk, en wat hier allemaal in zit. Ik zal het even afhalen. Hier zit doperwten, rundvlees en aardappel in. Dus dat lijkt me hartstikke vies. En dan moet ik dan 5 hapjes social nemen als ik verlies. En ik mag niet gamen in dat ding. Ik mag alleen opnemen en niet gamen. Want dan gaat de tijd heel snel. Ik mag alleen met een bal erin. Dat is alles. En ik wens jullie heel veel kijkplezier. En ik ga nu even de tijd aanzetten. Dus let's do this. Pas als die dicht is, ga ik het doen. Even kijken. Moet ik even de doos open doen. Oké, daar komt ie. Ene voet. Ja, nice. En mijn andere voet. Ik sta er nu in. Ik ga hem zetten als het ding dicht is. Oké, en. Je kunt zien, hij is dicht. En de timer staat aan. Zoals je kunt zien, de timer staat aan. En ik zit er nu net in. En ja, ik vind het best wel leuk nu eigenlijk. En ja, jullie gaan nu verder kijken. Ik doe nu de iPad uit. En nu gaan jullie verder kijken hoe het gaat. Jong mensen, ik zit er nu ongeveer een kwartier in. En ik moet het dus ongeveer, ja, 4 keer zo lang volhouden. Ik denk dat ik het 1,5 uur ga volhouden. Want, ja, ik heb... mijn moeder zei, ga maar een keer proef draaien. En dat was donderdag. Toen heb ik even één keer, het is nu zaterdag. Heb ik één keer, nee, zondag is nu. En ik heb het één keer even uitgetest. En toen zat ik er serieus 1 uur en 20 minuten en nog een paar 29 seconden of zo in. En als je het gelooft of niet, moet je het zelf weten. Maar ik ga nu proberen 1,5 uur erin te blijven. En ja, ik wens jullie nu alvast veel kijkplezier. En ik denk dat, ja, ik deed zo net een spel. Dat ik, kijk, ik moest hier. Hier moest ik zitten. En dan dit zo. Lag ik hier neer. En dan deed ik, zeg maar, dan moest ik de bal, bijvoorbeeld deze bal, moest ik dan bijvoorbeeld 200 keer hoog houden. En dan bijvoorbeeld mijn eigen radio even bedenken en zo. En dan weer deze weer ietsje verder. En dan zeg maar de hele doos weer veroveren. Snap je? Dat deed ik zo net. En ik kan al even laten zien dat het echt tot kwart over is. Ja, het is nu ietsje later toevallig. Denk ik. Omdat ik nu ook alweer opneem en zo. Maar ja, ik laat het wel even zien. Ik ben nu alweer 20 minuten aan de gang. Het gaat sneller dan ik dacht. Nu zijn we alweer 5 minuten verder. Maar zoals je kunt zien, ja, ik ben dus alweer 20 minuten hier in de doos. Het gaat echt snel. En die hond die de hele tijd blaft, daar moet je niet te veel van aantrekken. Dat is de hond van buurman. Die blaft gewoon, ik weet ook niet waarom. Maar het maakt ook niks uit. Trek je er gewoon niks van aan. In ieder geval, ja, veel kijkplezier nog met de video. Wel bedacht. En dan moet je deze bal, kijk hier, hier langs en dan zo en dan daar langs en dan dat heuveltje en dan hier moet die ongeveer komen. En laten we het proberen. Kijk. Oh, hij blijft er haken. Oh, jammer. Oké, nog een keer proberen. We gaan het nog een keer proberen. Gewoon nog een keer. Let's try it again. Oh, wacht. Niet mislukte. Moet gewoon met volwaard. Ja, hij is gelukt. Nice. Hij ging echt helemaal hier zo langs. En dit. Laten we nog één keer proberen. En dan ga ik alles even weer versnellen. Want dan dat is wel handiger. Anders kan ik heel lang gaan opnemen. Ho.
Even kijken, nog een keer proberen. Oh, ja, ja, ja. Nee. Ja, maar nog één. Ik wil nog één keer proberen het te halen. Oké, wacht. Ja, het is gelukt. Nice. Hier ben ik weer. Zit hier dus nog steeds in de doos natuurlijk. Ja, ik ben er geen één keer uitgegaan. Zoals beloofd, dat ga ik ook niet doen. En waarom zou ik dat doen? Ik speel gewoon wel eerlijk en zo. En ja, ik heb zo net even naar tijd gekeken. Ik weet precies hoe laat het is. Maar als ik er straks uit ga, maak ik het duidelijk. En ja, want dan hou ik even een beetje de spanning er nu op. En ja, dan maak ik het nu straks duidelijk, want ik ga er nu bijna uit. En ja, veel kijkplezier nog. Ik maak het even duidelijk, want ik ga er nu uit. Oh, ik had nooit verwacht dat ik zo lang zou volhouden. En kijk eens. Hoe lang? 1 uur en 30 minuten. Echt onvoorstelbaar. En ik ga nu op stop zetten, want ik ga er nu uit. Ja, ik ben eruit. En hij staat op stop. Super nice. Ik heb het dus gewoon 1,5 uur volgehouden, zoals je kunt zien. En het is gewoon echt real shit. En ik zou, als ik er niet een uur in zou blijven, zou ik, als het mij niet zou lukken, zou ik voor jullie 5 babyhapjes nemen. Maar om het voor jullie wat leuker te maken, ga ik gewoon 3 of 2 babyhapjes nemen. Gewoon om het voor jullie wat leuker te maken. Ook al heb ik wel gewonnen, ook al dik, gewoon 1,5 uur. Dus ik heb het 1,5 uur langer volgebracht. Maar, en twee dingen die, een paar dingen die ik even nog uit moet leggen wat niet mag. Je mag het babyvoer niet uitspugen. Dan moet ik nog een hapje. Ik moet er sowieso minimaal 5 keer op 1 schepje babyvoer hebben gekauwd. Dan pas mag ik het doorslikken. En daarna mag ik pas met water spoelen. En ik wens jullie heel veel kijkplezier. Mensen, toen ik in de doos ging, dit wil ik nog even snel vertellen. Toen ik in de doos ging was het best wel frisjes nog. En nu is het gewoon heerlijk weer. Oké, let's do this. Ik haal hem even open. Oké. Oh, dit stinkt, jongen. Dit stinkt. Ik moet. Oh, dit is zo goor, hè? Oké. Okay. 2 grote scheppen. Oké. Okay. Fuck. Oh, dit ziet er zo goor uit. Oh, bah. Oké, okay, dit lijkt me echt helemaal niks. Kun je zien hier? Dikke hap. Let's do this. 1, 5, 3, 4, 5. Ah, gadverdamme. Oh. Heb het gewoon doorgeslikt. What the fuck? Oh, dit is zo goor. Gadver. Mensen, als jullie willen proeven hoe dat nou echt proeft, ga dan naar de kruidvat, want dan heb ik hem vandaan. Oké. Okay. Ik wou eigenlijk 3 hapjes doen, maar omdat het zo vies is, doe ik gewoon 2. En ja, ook al, ja, maar ik heb er ook, eigenlijk hoefde dit niet, maar gewoon voor jullie heb ik dit toch gedaan. Je moet al blij zijn dat ik dit wou doen. Oh, gadver, dit stinkt gewoon naar kattenvoer, man. Goh. 1 hapje nog. Moet sowieso minimaal 5 keer hebben hap, gekauwd. Dan pas mag ik het doorslikken. Hier een hele grote hap. Oké, daar komt ie. Oké, ik breid me gewoon al voor op de viezigheid, hè. 1, 2, 3, 5. Zagen jullie dat, mensen? Ik moest gewoon 2 keer kokhalzen. De tweede keer was echt. Er kwam gewoon een boel bij of zo.
En bij de kruidvat had ik de vieste uitgekozen die er was. Nou, geloof me, deze is echt geen pretje. Hier zitten doperwten, rundvlees en aardappel in. Dus denk je nou van, valt wel mee. Dan denk je net zoals mij. Want ik dacht eerst ook van, dit valt wel wat mee. Maar het valt echt niet mee hoor. En deze kan je bij de kruidvat kopen. Dus denk je van, dat valt mee, ik ga hem ook kopen. Dan moet je even naar de kruidvat, hè? Heb ik hem tenminste vandaag. In ieder geval, hopelijk vonden jullie deze video super awesome. Dus veel mogelijk blauwe duimpjes omhoog als je de video leuk vond. Ik ga hem even een beetje naar boven doen. Zodat je, ja. Hopelijk vonden jullie deze video super tof. Dus veel mogelijk blauwe duimpjes omhoog als je hem leuk vond. Abonneer even hier beneden op mijn kanaal. Als je meer van deze video's, zulke video's wilt. En dan zie ik jullie hopelijk graag weer in de volgende video weer. Laters! Ik vind het dan gewoon nog onvoorstelbaar. Echt niet best.